En ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment uh, kwam Facebook uh, met iets nieuws. Dat je dus uh, live video's kon ja. doen en video's kon opnemen. En uh, volgens mij was dat voor jou wel een beetje een, uh, een turning point in je business. Dat het in één keer super hard ging. Ja, door die video's ging het natuurlijk al best wel hard. Want we hadden natuurlijk een paar video's die al een paar miljoen mensen hadden bereikt. Wauw. Maar... En dat zijn dus de video's waar je net over had? Dat, je dus... dat waren een beetje de eerste dat video's allemaal. Dat je jezelf ja. of mensen ging opmaken voor de camera? Uh, allebei, ja, ja. Vooral ook andere mensen, maar ook uh, mezelf en... Uh, uh, en natuurlijk door middel van adverteren heb je natuurlijk mega veel mensen bereikt, maar dat waren een beetje de eerste. Dat was dus in 2016 toen ging ik video op uh, Facebook echt uh, vanzelf eigenlijk. Dat is een beetje van het billige gezicht naar de prinseslook, zeg ja, ja, maar. Inderdaad. Dat in de video. Ja. <laughs> <laughs> dat inderdaad. En toen met Facebook Live, wat, uh, wat er toen gebeurde, was dat mensen je opeens konden praten met je. Want ja, um, als je natuurlijk uh, met een paar video's veilig gaat, je gaat toch herkend worden. En dan hebben mensen zoiets van: oh wow, uh, ik kan daar spreken. Dus live konden mensen gewoon vragen aan me stellen en dat vonden ze helemaal geweldig. Dus ja, je had zo honderden mensen live uh, zitten. En uh, ja, die kon je dus overal om te gaan kopen. Wauw. Ja. ja. En dus dat, dat ging echt gewoon als een trein. Ja, zeker. Absoluut. Ja, ja. ja dat was vet. En, maar dat waren dan de dus En hoe, ja. hoe zag die groei eruit dan? Van, van uh, hoe, hoe groot werd je? Uh, mensen, aantallen, getallen, wat je ook uh, maar wilt delen. <laughs> Heel veel getallen. Ja. Nou ja, het enige wat ik nog... Ik weet geen klantenaantallen in die tijd. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet nu dat we iets van 40.000 klanten hebben. Maar toen, van toen weet ik niet, ik weet wel dat ze in 2015, toen was ik natuurlijk nog wel fotograaf en deed ik natuurlijk de make-up erbij. Toen had ik twee ton omzet en in 2016 ging het toen naar 1,2 miljoen. Dus dat was natuurlijk in een... Keer 6. Ja, in een jaar. Leuke groei in een jaar. Door even een paar video's ja. te posten. Ja. Wauw. Ja. ja. Ja, dat is toch gaaf. Maar er is ook uh, een, 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 hoe ging het proces van die video's? Want toch, uh, um, als ik ook een beetje naar mezelf kijk, als je de eerste keer van die video's gaat opnemen, zeg maar, dan denk je van, ja, wie zit hier nou op te wachten? Ja, en, en absoluut. En, hoe is, was dat voor jou? Nou, ik had gewoon in het begin heel veel belemmerende overtuigingen, want ik denk, ja, ik, uh, weet je, in die tijd had je natuurlijk allemaal van die mooie bloggers, beautybloggers, maar die jong waren, natuurlijk met zo'n Barbie huidje en hele mooie looks konden maken. Dus ik had het dus zoiets van, nou, ik kan, uh, en niet, ik ben niet de beste fysicist, dus ik kan niet de mooiste looks maken. Ik ben niet een slank poppetje. Ik ben al oud vergeleken met uh, de anderen. Ik heb geen mooi huidje, weet je. Ja, uh, kom ik aan, uh, kakken. Wat moet ik doen? Wie zit er op mij te wachten? Ja, nee, dat, ik had heel veel stemmetjes in mijn hoofd, hoor. En wat uh, was dan het turning point dat je dat toch bent gaan doen? En uh, wat zou je andere mensen adviseren die in die fase zitten? Nou, ik ben het toch gaan doen omdat iedereen zei dat het zou goed zijn voor je business. Nou ja, ik denk als iedereen dat zegt, dan ga ik het maar doen. En dan ben ik ook wel iemand die denkt: van ja, als ik het niet doe, dan weet ik het ook niet. Dus ja, proberen kan altijd. En ja, ik ben ook wel iemand die ik gewoon doet. Weet je, en op een gegeven moment denk ik: van ja, ik kan zoveel stemmetjes in, naar de stemmetjes in mijn hoofd luisteren. Maar ja, wat heb ik eraan? Dat brengt me ook nergens. Dus ja, toen ben ik het gewoon gaan doen. Ja. ja. En in het begin vond ik het echt verschrikkelijk, weet je? Dat was echt niet dat ik dacht van, oh wat is dit leuk om een video te maken? Nee, absoluut niet. Nee, dus het is met heel veel dingen is gewoon fuck het gewoon doen. Gewoon en, doen. En ja, dan uh, zie je vanzelf wat er ja. gebeurt. En vind je het niks? Ik kan het altijd online halen. Maar ja. ja.